Ja, zit ik net even nu.nl te lezen. En dat valt mij dan weer op. Hè. Een 51-jarige Duitse man. Toch vastgebonden in het bos. Ja, gered door de autoriteiten. Ik krab me dan altijd even achter op mijn hoofd. Ik denk, wat de hel heeft hier plaatsgevonden? Nou ja, goed. Hij heeft afgesproken via een advertentiesite. Of ik weet niet precies hoe mensen dat doen. Dan gaan ze zeg maar afspreken voor een seksdate. Nou ja, hij is dan in contact gekomen met een vrouw. En die heeft hem dan vastgebonden in het bos. En dat vindt hij leuk. Want hij heeft daar gewoon aan meegewerkt, de man. En op het moment dat hij niet meer loskwam, was de vrouw was nergens te vinden. Of te bekennen. Ja, goed. Ik denk als je aan zulke dingen meewerkt. Want je ziet het wel vaker in onschuldige seksspelletjes. Ja, dat er gewoon mensen de dupe van worden. Ja, nou goed, in dit geval is de man tot zover beschadigd dat hij een paar uurtjes aan een boom heeft gehangen met een paar touwen. Ja, en hij is verder gewoon nog gezond. En laten we dan ook gewoon zeggen, gezond lichamelijk in zijn hoofd, weet ik niet. Want ik bedoel, je laat je door een vreemde vastbinden in het bos. Ik vind het allemaal een beetje heftig. Ja, ik geloof dat mijn vriendin het wel geil vindt, allemaal. Maar ja, doe maar. Niet iedereen is gelijk, dus ik oordeel daar ook niet over. Maar goed, om nu die vrouw te gaan zoeken wegens het niet bieden van hulp aan een hulpbehoevende en haar te verdenken van vrijheidsberoving. Nou, de man is toch wel vrijwillig meegegaan. Hij heeft zich toch wel vrijwillig in het bos laten vastbinden. Ja. En dan vind ik, dan moet je achteraf ook niet zeiken. En dat is met al die dingen. Kijk, doe je aan wurgseks of doe je aan plas- en poepseks, dan moet je ook niet zeuren dat je stinkt daarna. Ja! Oké. Want alles kan kapot, hè? Jij ook, tijdens een seksspelletje. Oes, niet zeuren, man.